Formatie, want daar moeten we het natuurlijk over hebben. Maar eerst even dit. Want journalistenvakbond NVJ wil in gesprek met Geert Wilders over een discutabele tweet. Daar is veel over te doen. Waar gaat het nou over? Ik probeer het even simpel uit te leggen. NRC meldde afgelopen weekend dat PVV'er Dion Graus de toegang tot de Tweede Kamer zou zijn ontzegd door toenmalig Kamervoorzitter Khadija Ariep. In een reactie op de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik aan het adres van Graus. Wat zegt nou de huidige voorzitter Vera Bergkamp? Die weerspreekt dat en die zegt dat Ariep dit op persoonlijke titel heeft gedaan omdat een Kamervoorzitter dit formeel helemaal niet zou mogen doen. Een Kamerlid de toegang tot het gebouw ontzeggen. Nou, in de reactie daarop tweet Wilders smerige leugens dus van smerige anti-PVV krant NRC. Gevolgd door de tweet, en daar gaat het eigenlijk om, journalisten zijn, uitzonderingen daar gelaten, gewoon tuig van de richel. Die tweet wekt veel argwaan, onder meer bij ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die zegt: de Kamer is een. Hij tweet woorden van Wilders. Hè, de Kamer is een nep-parlement. Rechters zijn nep-rechters. En journalisten zijn tuig van de richel. Alles wat essentieel is voor onze vrijheid wordt als alles wat essentieel is voor onze vrijheid zo wordt aangevallen, dan gaat het ze niet om de Kamer, rechters en de pers. Dan hebben ze het op onze vrijheid zelf gemunt. Harde woorden, Martijn. En het viel ook verkeerd bij VVD-mediawoordvoerder Pim van Strien. Ja, wat ik dacht toen ik de tweet las, is: Nederland daalt al 3 jaar op rij op de internationale lijst met landen en persvrijheid. En een van die redenen is nu juist de wijze waarop politici zich uitlaten over de media. En nou ja, dit lijkt me daar een vrij onaangenaam schoolvoorbeeld van. Volgens mij is het gevaarlijk als volks tegenwoordig ook om dit soort tweets de wereld in te slingen. En zoals ik net weekend zelf ook al zei, wat mij betreft leven de media en laat hen ons controleren. Ja, u hoorde Pim van Strien, VVD-mediawoordvoerder. Die had al een aantal voorstellen in de maak, juist omdat we de bedreigingen aan het adres van journalisten alsmaar zien toenemen. Denk aan het bedreigen van journalisten bij een kerkdienst in Urk een aantal weken geleden. Wij vroegen hem naar hoe je dat nou concreet met wortel en tak, zeg maar, uit kan roeien. Dat is een heel pakket. Dat aan de ene kant, inderdaad, wat wij voorstellen, is vooral harde straffen. Pak die mediabashes aan, een verbod op taakstraffen. Überhaupt verzwaring. Dus we zouden ervoor willen pleiten dat als een strafvereisertje aansluit bij wat nu gebeurt, als je bijvoorbeeld een politieman of hulpdiensten aanvalt, dan is dat een verzwarende factor. En ook andere dingen, bijvoorbeeld, we hebben een fonds opgericht voor freelancers om zichzelf te beveiligen. Want niet alle journalisten hebben natuurlijk een groot bedrijf achter die ze kunnen beschermen. Dus daarvoor springen we in de bres. Dus het is een hele pakket aan maatregelen dat we de komende tijd gewoon nog willen intensiveren om ervoor te zorgen dat die persvrijheid op peil blijft en de journalisten beschermt. Aan tafel dus ook Arjan Korteweg, politiek verslaggever Volkskrant. Meneer Korteweg, we hebben natuurlijk wel meer uitspraken en tweets van Wilders gezien waar weinig sympathiek over journalisten werd gesproken. Wat maakt nou dat bij deze tweet er voor veel mensen toch ineens een grens overschreden is? Ja, omdat het zo algemeen is, hè, wat hij zegt. Hij veroordeelt een hele beroepsgroep. Hij zegt dat alle journalisten, een paar uitzonderingen dagen later, tuig van de richel zijn. En dat is echt bedoeld voor zijn achterban. Wilders heeft niet heel veel etalage, zeg maar. Hij heeft geen kas of zo. Dus sociale media zijn voor hem heel erg belangrijk. Als hij zoiets zegt, doet hij dat voor zijn achterban om ze scherp te houden. En het is een man die aan de binnenkant, zeg maar, als je hem spreekt, ik heb hem een aantal keren lang gesproken, is die heel anders. Is het een heer? Is het een man die veel weet, die hoffelijk is, die zijn tijd neemt? Is totaal anders dan hoe hij zich aan de buitenwereld presenteert. En hier doet hij eigenlijk met journalisten een beetje waar hij zelf slachtoffer van is. Hij zorgt ervoor dat die bedreigingen niet zullen afnemen. Nou, daar hoorde ik ook bijvoorbeeld de Club van Journalisten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ. Die wilde bijvoorbeeld een gesprek met hem. We hebben net een VVD-Kamerlid gehoord. Ja, ik heb daar toch, ik weet niet hoe u daar naar kijkt, maar weinig fiducie in dat tot een echte gesprek gaat leiden. Dus we weten eigenlijk welke rituele dans er nu gaat plaatsvinden. Ja, nee, dat gaat tot niks leiden. Hij gaat zeggen, ja, moet je kijken hoe mijn partijgenoot Dion Graus bejegend is door een krant. En dan zou ik niet van me af mogen bijten. Het is de zoveelste keer dat ze dat doen, zal hij zeggen. Hij staat er ook niet alleen in, hè, want Baudet heeft meteen geretweet. Dus die vindt precies hetzelfde. Nee, een goed gesprek met Wilders, daar zie ik helemaal niks in. Goed. Ja, we moeten het over de